Kezia zegt, we zien je weer een beetje de ouder worden. Voel je het zelf ook zo? Ja, ik voel al sinds 3 weken dat ik weer, dat ik er weer goed in begin te komen. En alleen nu staat mij om die lijn nu door te trekken. En, ja, het voelt wel als van ouds weer. Je hebt heel veel complimenten gekregen. Je bent 2 maanden geblesseerd. 2 maanden geblesseerd geweest, hè? Ja. Ik heb ergens gelezen en begrepen dat jij het best moeilijk hebt gehad om alle verwachtingen te realiseren. Ja, tuurlijk. Het doet wel iets met je natuurlijk. Maar je moet je daarvan proberen af te zonderen. En je moet gewoon in jezelf vertrouwen. En sowieso moet je ook wedstrijden spelen om in die ritme te komen. En ja, nu voel ik wel dat ik steeds meer in die ritme kom. En dat mijn kwaliteiten weer... Maar heb je de druk gevoeld voor je blessure ook? Dat je heel snel op Turks International... hij moet naar een topclub in Turkije. Heb je dat moeilijk als lastig ervaren? Ja, topclub in Turkije, dat dacht ik nog niet. Maar natuurlijk, ik had wel een bepaalde verwachting en een druk. Maar ik ging er misschien iets te vaak ook zelf in mee. Ik moest mezelf gewoon... Hoe bedoel je dat? Ja, dat ik zelf ook de verwachting altijd hoog legde bij mezelf. De druk hoog legde bij mezelf. En ik heb ervan geleerd. En nu probeer ik gewoon elke wedstrijd... En wat heb je geleerd? Ja, dat ik niet te veel druk op mezelf moet zetten. Ja. Dus nu probeer ik gewoon die wedstrijden met een vrij kopje te spelen. En dan zie je ook dat het makkelijker gaat. En dat je er minder moeite hebt om je kwaliteit boven water te laten. Ja, want het is raar, hè? Als jij goed speelt... Dan maken jouw afgezakte kousen niks uit. Dan maakt die shirt wat over je broek heen fladdert niks uit. En als je niet lekker na een blessure bent, dan ziet het eruit als een campingvoetballer. Ja, ik snap waar je heen wilt. En, ik heb nu ook gewoon hoge kousen. Heb je het gezien? Oh, dan heb je dat gemist? Heb jij... Ik heb 90 minuten lang met hoge kousen gespeeld. Nee. Ja, ik heb alleen maar gezien... Waar je om je heen keek en wie je weggestuurd hebt. Ja, dat is het belangrijkste. Ik zag weer een beetje de oude, oude Kukçu. Ja. Hup. Dat kan je allemaal met hoge sokken, hè? Zeker. Dit was de beslissing in de wedstrijd, hè? Deze paas. Je hebt het allemaal op je netvlies nog? Ja, zeker, zeker. Het is nog vers. En vertrouwen, met een, je bent pas 19, hè? 20 geworden. Je bent pas 20. Twee mannen, ja. En, wat betekent vertrouwen? En heb je een trainer die jou vertrouwen geeft? Ja, zeker. Ik heb met mijn advocaat wel een trainer die veel vertrouwen in me heeft. En ja, ook gewoon zegt dat het een tandje extra moet als het niet goed gaat. En dat is ook iets wat ik nodig heb. Maar... zoals ik zei, ik begin weer de oude te worden. Ik begin wel in het ritme te komen. En het gaat allemaal wat makkelijker. Dus ik moet dit nu doortrekken. En we moeten gewoon best wel een beetje geduld hebben. Want ik heb begrepen dat jij ook vindt dat Mo Iataren, die ook pas die een jaartje jonger is dan jij nog. Ja. Dat je vindt dat die te hard aangepakt wordt? Ja, te hard aangepakt. Ik weet natuurlijk niet wat daar speelt. Hè. Maar je hoort en je leest wel dingen dan... Want ik ken hem goed via de jeugdelftallen. Ja. En ik weet wat voor jongen het is en wat voor kopje erop zit. En ook de kwaliteit die hij heeft. En als je nu ziet dat hij zo wordt aangepakt en dat het er niet altijd even lekker uitkomt. Dan weet je van jezelf wel van, die jongen heeft echt veel meer dan wat hij nu misschien laat zien. En het een en ander meegemaakt, hè? Privé, zijn vader verloren. Dat ook sowieso. Dus ik vind wel dat we geduld mogen hebben met zulke gevallen. Mooi dat je dat zegt. En... We zien elkaar volgende week. Ja, zeker. Belangrijke wedstrijd. Sokken omhoog? Ja, die blijven even omhoog. Hartstikke goed. Tot volgende week. Dankjewel. Yes.